Welkom allemaal, beste Trawanten, bij dit derde college Hydrogen en Fuel Cells. De datum is wederom weer vandaag. Altijd de goede datum. En vandaag gaan we het hebben over de manieren om waterstof te maken. Jullie hebben afgelopen week een ontwerp gemaakt, een heel basic design gemaakt voor jullie waterstofplant. Daarbij hebben jullie dus gekeken naar het proces van de elektrolyse. En dit hebben jullie, als het goed is, ook naast de bestaande apparaten gelegd. Maar de focus lag vorige week nog steeds op dat sommetje maken van een fabriek die gebaseerd is op gewoon elektrolyse. Zoals we dat dus op de HAVO waarschijnlijk allemaal een keertje hebben gedaan bij natuurkunde. Vandaag gaan we, nu deze basistheorie van elektrolyse bij ons bekend is, gaan we deze theorie eigenlijk uitbouwen naar de meer efficiëntere toepassing van productie van waterstof. En dat is namelijk de productie van waterstof, alle verschillende brandstofcellen die er zijn. En hier staan ze. Ik heb ze nog even fuel cells genoemd. En straks hierna heb ik ook even een slide waar ik nou even precies dat verschil tussen fuel cells en electrolyzer uitleg. Maar waar gaan we het vandaag dan over hebben? We gaan eerst even kijken naar het non-standard cell voltage. Ik wil dat overpotentiaal nog even kort met jullie aanstippen. Hoe je dus meer voltage op een cel kan zetten. En waardoor het dus voor meer productie zorgt. En daarna gaan we het hebben over de volgende 5 voorkomende electrolyzers. Ten eerste hebben we de PEM. Daarna de AFC, Alkaline Fuel Cell. SOFC, Solid Oxide Fuel Cell. Cel, PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell, en MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell. Oké. Dit hier aan de linkerkant is een plaatje weergegeven van de werkingsprincipes van alle verschillende fuel cells en electrolyzers die er zijn. Dus van boven naar beneden hebben wij, even kijken, waar staan ze? Solid Oxide Fuel Cell, Molten Carbonate Fuel Cell, Alkaline Fuel Cell, Phosphoric Acid Fuel Cell, PEM Fuel Cell. En het verschil van die fuel cells en die electrolyzers, die zijn eigenlijk te onderscheiden in ten eerste een operatietemperatuur, daarna in het ion dat door de elektrolyt gaat, vervolgens hebben we wat er bij de kathode instroomt, en wat er bij de anode instroomt, of omgekeerd. Want wat is er namelijk aan de hand, zoals hier dus onder staat? In theorie is zo'n fuel cell of electrolyzer bidirectioneel. Hij kan 2 kanten opwerken. Dus als je hem de ene kant op laat werken, dan heb je elektrolyse. Dan maak je dus van water plus energie waterstof en zuurstof. En als je in plaats van elektronen toevoegen, waterstof gaat toevoegen, dan komen er juist elektronen uit, want dan gaat er waterstof in en zuurstof, en er komt water uit en daarbij komt energie gepaard. En dat is dus een heel mooi omkeerbaar proces, en dit is eigenlijk de meest eenvoudige chemische reactie die er is in het universum. Natuurlijk hebben al die electrolyzers en die fuel cells, als je die in de winkel koopt, kan je die niet heel simpelweg aanpassen dat die van fuel cell naar electrolyzer of andersom gaan. Maar dat heeft niet te maken met de natuurkunde. Dat heeft voornamelijk te maken met de elektronica en de regeltechniek die eromheen zit om die cel in een bepaalde richting te optimaliseren. Dus je kan niet zomaar een fuel cell kopen en eventjes wat omkeren en dan heb je een electrolyzer. Je kan hem echter wel ombouwen. En dat is misschien ook iets wat we gaan doen in het volgende blok. Want we hebben op het waterstoflab hebben we een hele mooie 1,2 kilowatt PEM fuel cell. Gigantisch duur ding, maar die is kapot. Dus we gaan eens even kijken of het misschien mogelijk is om dat ding werkende te krijgen, maar dan om waterstof te maken. Eén van de opties die er is. Maar goed, dat hangt even af aan de hoeveelheid opdrachten en wat de vraag is vanuit jullie. Hier is alles nog even op een rijtje gezet. Ik ga hier niet heel erg diep doorheen. Want dit hele college gaat eigenlijk over het bespreken van deze hele tabel.
En mocht je dus alles even voor jezelf op een rijtje willen hebben. En mocht je ook nog wat informatie willen hebben om dit duidelijker na te kunnen zoeken. Hier rechtsonder staan de referenties. Dus ja, maak daar gebruik van in de keuze voor de fuel cell of electrolyzer van jouw centrale. Goed, ja, hier aan de rechterkant het non-standard cell voltage. Dat is een manier hoe je dus die waterstofproductie op gang kan laten komen met dat overvoltage dat er aanwezig is. Ik heb hier aan de linkerkant heb ik dat non-standard cell voltage heb ik aangegeven. En die vinden wij door het verschil in de entalpie van de reactie te delen door het aantal elektronen dat bij de reactie gepaard gaat te vermenigvuldigen met de constante van Faraday. En dat is gewoon een getal. Vervolgens hebben wij het massadebiet kunnen wij voor een fuelcel kunnen we uitrekenen als volgt. Want je bent natuurlijk geïnteresseerd in het debiet omdat je wil weten hoeveel massa je gaat produceren per tijdseenheid. En dat vinden we dus door de power te delen door dat non-standard cell voltage en te vermenigvuldigen met, even kijken, waar staat die? De molar mass van H2 keer een bepaald rendement. Dat is de massastroom. Dat is de massa. En hier kunnen we natuurlijk doorgaan naar de massastroom door de afgeleide van de massa te nemen naar de tijd. Oké, laten we beginnen bij ja, toch wel de meest voorkomende fuelcel of electrolyzer van de laatste tijd. En dat is de PEM fuelcel. Ik heb hier aan de linkerkant heb ik hiervan een afbeelding gegeven. En wat je ziet, je hebt hier aan de linkerkant heb je de zogenaamde stack. Dat is dus het werkende onderdeel waar dus die waterstof wordt gemaakt of wordt verbruikt. En hier heb je onderdelen om die hele cel op druk te krijgen en om alles te regelen en te meten enzovoort. En die stack die kan je in principe gewoon vergroten of verkleinen. Dat is het mooie ervan. Het is een heel erg modulair ontwerp. En dat is op zich een heel groot voordeel hiervan. Dat het, ja, je hoeft maar één cel te maken en vervolgens kan je het zo groot maken als je wil. Hier aan de rechterkant zie je een plaatje van hoe dit principe dan precies werkt. Let wel op, hier staat dus een fuelcel, want het is helaas niet zo vaak mogelijk om electrolyzer systemen, om daar goede plaatjes van te vinden. Omdat tegenwoordig die fuelcels, die zijn heel erg in het nieuws, daar is heel veel data van beschikbaar. Maar de electrolyzers, die zijn een stuk minder beschikbaar. Maar het mooie is dat met die hele simpele plaatjes, het enige wat je hoeft te doen is de richting van de stroom om te keren en dan zit je er. Ja? Oké. Voordelen en nadelen is altijd even handig om op te schrijven. Ten eerste, de voordelen van zo'n PEM fuel cell is ten eerste dat hij kan geweldig goed opereren op STP. Standard temperature and pressure. Dus standaard atmosferische druk en de temperatuur waarbij wij als mensen gewoon comfortabel kunnen zijn. Daarnaast hebben we ook een heel erg groot voordeel is dat er in de PEM fuel cell of de PEM electrolyzer dus een vaste elektrolyt in zit. Dus we zagen in de filmpjes van elektrolyse van vorige les dat als wij een zuur bij dat elektrolyse gooiden, dat gigantisch die reactie ging versnellen. Maar ja, dat zuur, dat heb je dan wel in een vloeistof zitten. En als dat gaat lekken, dan heb je natuurlijk overal zuur. Dat wil je niet. Bij een PEM fuelcel is dus dat zuur wat je gebruikt, dat bevindt zich niet in vloeibare vorm, maar dat bevindt zich in vaste vorm. En dat maakt het natuurlijk enorm geschikt dit hele proces wat meer handbaar te maken. Bijvoorbeeld voor toepassingen in de ruimte. Ik denk niet dat je in je ruimteschip ergens een bubbeltje met hoog geconcentreerd zuur wil rond hebben zweven. En aan de andere kant is het natuurlijk ook een voordeel dat als jij offshore bezig bent met een electrolyzer en dat je niet hier de kans hebt dat zuur ook gaat weglopen in het water. Daarna is een heel erg groot voordeel van zo'n PEM stack is dat je een hele snelle opstarttijd hebt. Dus dit systeem kan gigantisch snel reageren op de vraag. Het is eigenlijk een klein beetje een gasturbine onder de fuel cells. Daarnaast zijn er ook nog een aantal hele grote nadelen aan dit systeem. En ten eerste is dat de prijs. Dit onderdeel, hier wordt heel erg veel gebruik gemaakt van
Ten eerste, platina zitten er een hoop in. En daarnaast, doordat we dus die solid electrolyte hebben, dat is ook een stof die heel erg duur is om te verkrijgen. Ik heb geprobeerd om voor deze module, voor een practicum, zelf maar eens zo'n PEM fuel cell te kopen in onderdelen in China. En je ziet gewoon dat die onderdelen gewoon verschrikkelijk duur zijn. En dat is gewoon, gewoon erg jammer. Natuurlijk, in de toekomst kan het wel goedkoper worden. Maar de aard van de exotische onderdelen maakt het gewoon verschrikkelijk duur. Tweede nadeel van zo'n PEM fuel cell is poisoning. Hij kan heel erg snel vergiftigd worden. Want in dit proces hebben we natuurlijk voornamelijk zuurstof, waterstof, elektronen en protonen wil je hebben. Maar wat er kan gebeuren is dat natuurlijk als je input zuurstof of je input water, als dat niet helemaal zuiver is, dan kan het ervoor zorgen dat er bijreacties ontstaan. En die bijreacties die kunnen ten eerste dat membraan beschadigen, of die kunnen er ook voor zorgen dat die platina-elektrones kapot gaan. En dan wordt het ineens een dure grap. Want er worden dus de onderdelen die niet horen te slijten, die gaan wel slijten. En dan wordt zo'n cel nog kostbaarder. Dus dat is weer een heel erg groot nadeel van offshore. Want daar zijn de grondstoffen die je gebruikt veel minder zuiver. Dus dan heb je weer extra systemen daarvoor nodig. Goed, hier even nog een plaatje van hoe dan zo precies iets werkt. Hier heb ik wederom weer een fuel cell, maar het hoort weer een electrolyzer te zijn. Maar vanaf nu ga ik hier gewoon mee door. Dus dan weet je in ieder geval, als je naar die plaatjes kijkt, hoe het daarmee zit. Goed, wat is er aan de hand? We hebben aan de ene kant komt er in dit geval zuurstof komt erin. Aan de andere kant komt er een brandstof in. En dat is in ons geval natuurlijk gewoon waterstof. We hebben hier een aantal membranen die op elkaar zitten geplakt. Dat is niet de focus voor deze module voor jullie natuurlijk. De focus van hoe precies dit werkt, dat is voor chemici. Maar jullie zijn hierin procestechnologen, dus jullie kopen dit ding gewoon. Dus we hoeven niet helemaal in te zoomen hoe precies die reactie kinetici gaat. Maar wat er dus gebeurt is, we hebben ten eerste komt die brandstof komt naar binnen en we hebben een laag die ervoor zorgt dat die deeltjes mooi worden verdeeld over het oppervlak om te reageren. Dat noemen we de gas diffusion layer. Daarnaast hebben wij een katalyst. En een katalyst zorgt er dus voor dat die reactie sneller op gang komt. En dat is bijvoorbeeld waar we kijken naar platina heel erg vaak. Die zuurstof die beweegt dus hier doorheen. Die wordt hierdoor enigszins aangetrokken, want die komt in de buurt van elektronen. En als die dus in de buurt van elektronen komt, dan gaat die zuurstof gaat door het membraan heen als ion. En vervolgens gaat hij dus reageren met waterstof om daar water uit te komen. En de water wordt vervolgens afgevoerd. En je hebt of energie of je hebt aan de andere kant dus waterstof. Straks gaan wij met elkaar eventjes kijken dan wat dan precies al die verschillende lagen van zo'n PEM fuel cell zijn. Maar eerst wil ik eventjes een filmpje met jullie delen waar je precies kan zien hoe zo'n PEM fuel cell in elkaar wordt gezet. En dit is een proces dat momenteel nog op kleine schaal wordt toegepast. Dus dat is heel erg duur. Het is heel veel handwerk. Maar je kan je natuurlijk voorstellen dat als de vraag straks gaat toenemen, dat dit proces ook geïndustrialiseerd kan worden. En dat de prijs daarvan omlaag kan gaan. Laten we er even naar kijken. Hydrogen fuel cells run vehicles and other machines by directly converting the chemical energy in hydrogen gas into electrical power. Hydrogen is an abundant fuel source and it can be extracted from water, enabling almost any country to produce it domestically. Hydrogen fuel cell engines can power vehicles or run backup generators for large computer operations. They produce electrical power without any emissions. At the heart of the engine is a stack of super thin hydrogen fuel cells. The engine's blower pushes in air. The fuel tank then feeds in the hydrogen gas. Hydrogen and oxygen react to create electricity. Each fuel cell is made of five parts. On each end, there's a channeled plate made primarily of carbon, a material which conducts electricity. Hydrogen enters the cell through the first plate, which channels it through the next component, a chemically treated paper, which conducts both gas and electricity. Then the hydrogen enters this membrane,
where it splits into protons and electrons. The protons react with the oxygen, producing water. The water passes through another paper to the cell's outer plate, where a pump draws it away. Meanwhile, the electrons travel to the end of the stack of fuel cells to electrical wires. After assembling the stack, technicians compress the fuel cells in a hydraulic press. Compression helps the current flow smoothly from cell to cell. It also presses the rubber gasket around each plate to the adjacent one, sealing the stack so the hydrogen can't leak out. The technicians run a quality control test with nitrogen gas to verify the seal. Before releasing the press, they install high-strength steel rods to bind the compressed cells together. For a stack this size, the rods apply 3 tons of pressure. With the stack now off the press, they hook up an electrical circuit board, which monitors the voltage of each fuel cell. After securing the connectors to the stack with an adhesive strip, it's just a matter of connecting one to each fuel cell. They secure that connection with a special type of epoxy, which contains silver to conduct electricity. They then mount the circuit board and a plastic cover to protect it. The fuel cell stack is now fully assembled and moves on for testing. The technician mounts it on a test station and connects a hydrogen line, an air line, and a water line for cooling. The testing machine runs a 3-hour automated performance test. Technicians mount the stack onto the engine's structural frame and then install the hydrogen recirculation pump. A water pump is then fitted, which cools the fuel cell by pumping in cool water. They then install the components which supply the hydrogen, stored at high pressure in the fuel tank. And it's that pressure that pushes the gas through the stainless steel fuel lines to the cell. Then the fan that blows outside air into the fuel cell to react with the hydrogen. This filter removes dust and other contaminants drawn in from that fan into the fuel. In the meantime, technicians have assembled the computer that controls the whole engine. They connect the wires from the fan, the pumps and the other engine components to the computer. They connect the fuel cell output wiring, which are the wires that carry the current the fuel cell creates, and sends it to whatever vehicle or device the engine is powering. A tiny portion of the cell's output powers the pumps and other engine components. Now fully assembled, the engine undergoes extensive performance and safety testing. Once it passes every test, technicians perform a final visual inspection and then install the sheet metal cover. The hydrogen fuel cell engine is now ready to be delivered to the customer, and installed in the machine it'll be powering. Whether running a vehicle like this forklift or powering computer servers, the only byproduct is waste heat and water, which is why hydrogen power is clean energy. It's that simple. More power to you, I say. Ja, dus wat we zien eigenlijk is dat deze componenten eigenlijk al helemaal klaar zijn om op grote schaal geproduceerd te worden. Dus je zegt de technology readiness level is 1, noemen we dat. Maar wat je dus ziet is dat er bij dit proces nog wel heel erg veel handwerk gepaard gaat. En dat maakt dit natuurlijk ook heel erg duur. Dus als we dit op kunnen schalen, dan kan in principe die prijs van die dingen kan echt enorm nog omlaag gaan. En een vriend van mij die is ook die is afgestudeerd op fuel cells. En die vertelde mij eigenlijk ook toen ik hem vroeg van ja, maar hoe zit het dan met die prijs van die platina en al die koolstofelektronen en dergelijke. Is dat dan niet gewoon iets wat een probleem blijft? En toen zei hij ook tegen mij van, nou ja, eigenlijk helemaal niet. Want we hebben tegenwoordig hebben wij gewoon productietechnieken waarbij wij, als wij een elektrode willen coaten, dat we gewoon zo'n verschrikkelijk dun laagje platina erop kunnen coaten.
dat eigenlijk de kosten van platina per elektrode verwaarloosbaar zijn. Ja? En momenteel worden er gewoon nog pure platina-elektroden gebruikt, omdat om zo'n dun laagje te kunnen plaatsen natuurlijk, dat je een heel groot productieaantal nodig hebt. Ja, en als je dus die productieaantallen omhoog gaat brengen, dan kan je je voorstellen dat dat ineens heel erg snel goedkoper wordt, omdat je die nieuwe technieken kan gaan gebruiken. Die technieken heten overigens chemical vapor deposition, en daar gaan we zo ook nog eventjes naar kijken. Oké, hier heb ik even een overhead plaatje gegeven van de verschillende onderdelen die dan in zo'n fuel cell zitten hier weer in dit plaatje. Aan de ene kant gaat waterstof in, aan de andere kant gaat zuurstof in. En we hebben allemaal verschillende onderdelen waardoor deze cel gaat fungeren. We hebben de terminal plate, daar worden de elektronen opgezet. Dan hebben we de bipolar plate, die geleidt die elektriciteit aan de ene kant plus en aan de andere kant min. Daarom heet je ook bipolar, twee polen in die plaat. Vervolgens hebben we de anode van PT, oftewel platina. Maar je kan ook in de toekomst misschien carbon daarvoor gebruiken. Carbon nanotubes bijvoorbeeld. Daarna krijgen we de PEM, de proton electrolyte membrane. Dus dat is dus het membraan waar de protonen doorheen reizen. En vervolgens heb je aan de rechterkant ook nog een gas diffusion layer. En dat is dus dat laagje waar dat gas wordt verspreid. En daarna herhaalt die cel zich weer. Die spiegelt zich eerst en vervolgens gaat die gewoon zo door. Ja, even voor de duidelijkheid ook dan voor op het filmpje. Hier aan de rechterkant heb je inderdaad een andere stack te zien dan hier. Maar dat komt omdat het rechterplaatje natuurlijk alleen maar gebruikt wordt om het principe te laten zien. En hier in het linkerplaatje zie je alle werkelijk bestaande losse onderdelen. Ja? Laten we eens eventjes al die losse onderdelen gaan onderzoeken met elkaar. En even met elkaar bespreken wat dan precies de functies hiervan zijn. Even wat nauwkeuriger als net. Oké, de endplate. Daar beginnen we mee. Dus we lopen vanaf de ene kant naar de andere kant. Hebben we de endplate. En wat is de endplate? Zoals die dus in zo'n stack wordt gebruikt. Ten eerste is het natuurlijk voor de toevoer van je massastroom. Dus dat heeft dus te maken van je water, van je oxygen en van je hydrogen. Je toevoer en je afvoer. En wat is het een bijkomend effect van dit onderdeel? Dit is ook het onderdeel dat de krachten opvangt in het systeem. Want je hebt natuurlijk gezien dat alle onderdelen met een hele hoge druk op elkaar worden gezet. En die druk die moet ook gedragen worden. En dat wordt gedaan door die endplate. Daarna hebben we de terminal plate. Daar komen de elektronen binnen. En wat is dan natuurlijk de functie hiervan? De toevoer of de verzameling van de elektronen. Vloeistof, die moet er natuurlijk doorheen kunnen gaan. Want anders komt die aangevoerde vloeistof nergens uit. Dus hij moet ook poreus zijn. En je moet heel erg goed kunnen geleiden. Want hoe meer weerstand je hebt, hoe meer nutteloze warmte je aan het genereren bent. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus die kan bijvoorbeeld ook door goud worden gemaakt. Maar in de toekomst misschien dus ook weer van carbon. Daarnaast hebben we de bipolar plate. Dat is dit. Daar worden dus de twee stromen van vloeistoffen aan de ene kant en aan de andere kant worden die aangevoerd of afgevoerd. En aan de andere kant moet deze natuurlijk ook gewoon de elektronen kunnen geleiden. We zien hier dat hier kanaaltjes doorheen lopen. Nou, dat is dus voor die massastroom om de stroom alvast te rangschikken voordat ze dus door die gas diffusion layer kunnen gaan. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de gasket die hierin zit. En de gasket, dat is eigenlijk niks anders dan een rubber randje die ervoor zorgt dat de waterstof niet kan ontsnappen. Daarna komen we bij de gas diffusion layer. En dat is dus eigenlijk een laagje die ervoor zorgt dat dat gas wordt verdeeld over die plaat waar straks die chemische reactie aan kan gaan. Dus eigenlijk wil je daar een laagje hebben waar je heel veel weerstand krijgt in die stroom, zodat de moleculen alle kanten op gaan. En natuurlijk wil je ook dat dit onderdeel wederom weer elektronen kan geleiden, want anders kan je niet bij de reactie komen. Dus het diffuseert het gas, het is heel erg poreus, heel veel gaten zitten erin en het kan die elektronen ook nog transporteren. Hier staat hij, hè? En daarna hebben we het dure onderdeel van dit systeem. En dat is de polyelectrolyte membrane. En dat is eigenlijk een samensmelting bestaande uit verschillende onderdelen. Hier zie je een SEM-afbeelding daarvan.
Dus dat is met een elektronmicroscoop eventjes heel erg diep gekeken in hoe die constructie dan precies zit. Je hebt hier aan de ene kant zie je de gas diffusion layer. En aan de andere kant zie je ook de gas diffusion layer. En vervolgens zien we de MEA hier tussen zitten. Dat is de membrane electrode assembly. Dus de assembly is de assemblage. De assemblage van het membrane en de electrode. Daar staat het precies voor. En dit is natuurlijk een heel erg duur onderdeel. Omdat je heel erg nauwkeurig, heel erg klein, zo je materiaal wil hebben. Dat je die chemische reacties kan optimaliseren. We hebben hier de anode en de kathode. De catalyst layer, heb je. Het is een poreus onderdeel. Het moet dus ook elektronen kunnen geleiden. En vervolgens hebben we dus hier binnen, hier staat het heel klein, ik weet niet of je het kan lezen, Nafnion 117. En dat is dus die solid electrolyte. Dus dat is die vloeibare elektrolyt die voor die hele hoge zure waarde zorgt om die reactie te versnellen. En dat wordt dus voornamelijk erop gezet met dat proces waar ik het net over had. Chemical vapor deposition. Moet je ook maar eens filmpjes van opzoeken. Het is echt een geweldig interessante techniek. Maar daar gaan we zo nog even naar kijken. Dan hebben we die electrolyte dus. En wat zien we daarin? Dit is in dit geval een proton exchange membrane. En dat doet precies wat het zegt. Het membraan laat protonen door. Maar het membraan laat geen elektronen door. Ja? En zo krijg je dus dat je dus een laag krijgt dat die ionen doorlaat, maar niet die elektronen, want anders komt je reactie niet op gang. En dit is dus wat hiervoor wordt gebruikt is Nafnion. En wat dat is, gaan we zo ook even naar kijken. Het klinkt heel erg duur, maar je zal straks zien dat het echt super simpel is. Goed, dit is Nafnion. Ik heb hier even het molecuul opgeschreven, zoals afgebeeld op Wikipedia. En laten we eerst eens lezen wat hier staat. Dus Nafnion is een copolymer, dus dat zijn meerdere polymeren aan elkaar, multiplastic, van petafluoro 3, 6, dioxa 4, methyl 7, octane sulfuric acid. Mooi woord voor Scrabble. En tetrafluorine, teflon, oftewel. En dan, simpeler gezegd, wordt dit gewoon teflon of Nafnion genoemd. En het zit in een teflon backbone. Dus je hebt Nafnion zit geplakt aan teflon. En daaraan zit er ook nog een fluorocarbon uit. Met een sidechain of, dus er zit ook nog een ketting aan, of sulfuric acid. En dat is zwavelzuur. En dat zwavelzuur, dat zorgt natuurlijk voor dat die hele zure omgeving ontstaat. Goed, ik heb even een kleine opdracht voor jullie tussendoor. Dat is de volgende. Probeer dit eens uit te spreken voor jezelf. Want laten we nu eens met elkaar gaan onderzoeken wat deze moeilijke chemische tekst nou eigenlijk betekent. Zodat wij er als ingenieurs ook wat mee kunnen. Ik heb hier even het molecuul gepakt. En ik heb de verschillende namen die ik dus in de definitie heb gevonden daar even aan vastgemaakt. Ten eerste zien we dat we een teflon ruggengraat hebben. Dus dat is blijkbaar een soort van substraat waaraan de rest van het molecuul is opgehangen. Net zoals jullie lichaam ook is opgehangen aan je rug. Zo moet je het zien. Dus dit is hier. Dit is teflon. Daarnaast hebben we een fluorocarbon. Dat is dit. Je ziet hier de F. Dat is een fluor. En een C eraan, fluorocarbon. En daarnaast, die fluorocarbon is namelijk gebruikt om daaraan zwavelzuur vast te maken. Nou, een zwavelzuur, dat kennen we natuurlijk waarschijnlijk wel als dat verschrikkelijk zure zuur. En dat is dus door het hier aan vast te maken, door het aan deze polymeer vast te maken, zorgen we er dus voor dat dat zwavelzuur niet meer in vloeibare vorm hoeft te zijn, maar juist in vaste vorm. En dat is wel zo fijn, want dan kan je het een stuk makkelijker meenemen natuurlijk. Oké, en wat is teflon dan precies? Teflon is eigenlijk iets heel simpels wat jullie iedere dag tegenkomen. Want teflon is namelijk een chemisch weerstandige polymer. Dus dat is gewoon een stuk plastic dat heel erg goed bestand is tegen een hele chemische zure omgeving. En daardoor is het natuurlijk perfect in staat om dat zwavelzuur eraan vast te maken. Want hij gaat niet kapot aan dat zwavelzuur, die teflon.
Maar al het andere gaat er wel aan kapot. En dat is precies wat je wil hebben. Want je wil niet dat die backbone natuurlijk gaat verdampen. Maar wel alles eromheen. Oké? En wat zien we dus ook van Teflon? Teflon heeft een gigantisch hoge elektrische weerstand. En dat is natuurlijk ook mooi. Want dat zorgt er dus voor dat die elektronen niet door die laag heen gaan. En dat is precies wat we willen hebben. We willen alleen dat die protonen worden geleid. En we willen niet dat die elektronen worden geleid. En daar zorgt dus die teflonlaag voor. En wat dus ook het mooie is. Die teflonlaag die kan dus ook ervoor zorgen dat die protonen daar doorheen kunnen bewegen. Maar dat transport wordt tot slot natuurlijk op gang gebracht door het zwavelzuur, zoals we dat ook zagen in dat filmpje van vorige week. Het is flexibel, dat is ook heel erg fijn. Dus je kan het heel makkelijk in allemaal vormpjes maken zoals je wil. En het is heel erg inert. En dat betekent dus dat het heel erg lastig chemische reacties aangaat met andere stoffen. En dat is precies de reden waarom die teflon dan wordt gebruikt in pannen. Want als je zo'n laag erop hebt, dan krijg je dus geen reactie met bijvoorbeeld je vlees of je groenten. En daardoor heb je dus anti-stick. Anti-stick betekent gewoon wil geen reactie aangaan. En wat ook nog het grappige is, Tefal staat voor niks anders dan teflon en aluminium. Ja, dus heb je dat ook weer geleerd. Oké, het tweede onderdeel dat wij in dit molecuul zagen was die fluorocarbon. Dus dat is een fluor, dat is een atoom of een element en een carbon. En wat doet dit onderdeel dan precies? Het is een hydrocarbon, dus een waterstof-koolstofverbinding die wordt gebonden aan fluorine. En dat is dus dat element. En dit is eigenlijk een veelgebruikt bonding agent. En dat is dus gewoon een bindmiddel. En hiermee kunnen we dus dat teflon binden aan dat zwavelzuur. We krijgen een hele sterke binding. Dus dat is precies wat we willen hebben natuurlijk. Want we willen niet dat dit gaat slijten. En het is heel erg bestand tegen zuren. En dat vinden we ook fijn. Want we gaan er een zuur aan vastmaken. Het is dan natuurlijk wel eventjes lastig om dat zuur eraan vast te krijgen. Maar als het er eenmaal aan vast zit, dan zullen ze elkaar in ieder geval geen schade doen. En tot slot hebben wij natuurlijk de zwavelzuur-isomer. En een isomer is eigenlijk een onderdeel dat ergens aan vast wordt gemaakt. Dat moet je zien als een Lego-blokjesverbinding, basically. Nou, en wat weten we natuurlijk dan van dat zwavelzuur? Het is gigantisch zuur. En zuur betekent eigenlijk, zoals je uit het filmpje in de eerste les hebben gezien, dat er heel erg veel vrije protonen rondlopen die reacties aan willen gaan. En als we dus die samenvatting van die onderdelen maken, dan krijgen we dus die solid electrolyte. En hebben we er dus voor gezorgd dat wij dus door in die nafnion hebben wij eigenlijk dat zwavelzuur dat normaal vloeibaar is, hebben we omgezet in vaste vorm. Waarbij we het extra chemische eigenschappen hebben gegeven die wij precies willen hebben. En dit is echt een van de wonderen van de chemiewereld natuurlijk, zoals je wel kan denken. En wat doen dan die zuren? Nou, die zuren die breken waterstofbonden door die hele zure omgeving. Hoe gaat het dan precies? We hebben hier aan de linkerkant hebben wij zwavelzuur. En bij dat zwavelzuur, daar doen we een klein beetje water. En wat gebeurt er dan? Vervolgens wordt dat zwavelzuur, dat laat zijn OH los. Als het goed is. Het laat zijn waterstof los, zijn proton los. En vervolgens wordt daarmee het water ook afgebroken. En in dat proces komt heel erg veel hitte vrij. Het is natuurlijk allemaal chemie, dus dat is voor jullie alleen maar interessant om even een klein beetje een idee te hebben hoe het werkt. En daarom leg ik het ook op deze manier uit. Dus laten we eens eventjes gaan kijken wat er gebeurt met een appel als we daar dus een paar druppeltjes zwavelzuur op gooien. Ik heb ook een filmpje van een hand proberen te zoeken, maar die waren allemaal van YouTube verwijderd. Ja. Zuurwater wordt opgestaan dan. Wow, dit is zwart. Ja, dat is dus wat je dus hier ziet gebeuren. Is dat die appel, daar komt dat zwavelzuur op. En in dat appel is natuurlijk heel erg veel water zit daarin. En in de appel zit aan de andere kant zit er ook heel erg veel koolstofverbinding. Hydrocarbons. Ja?
En wat je dus nu ziet dat er gebeurt, is dat door dat zwavelzuur worden al die moleculen uit elkaar getrokken. Het water verdampt. Je ziet dat stoom er vanaf komen, want dat water wordt ineens heel erg warm en het verdampt. En aan de andere kant, wat blijft er dan achter? Er blijft koolstof achter. En wat is de kleur van koolstof? Zwart. Maar wat zit er in appel waar... Hydrocarbons? Ja, hydrocarbons, dat is hydro, waterstof, carbons, koolstof. Eigenlijk alle bouwblokken van het leven zijn combinaties tussen voornamelijk koolstof, waterstof en zuurstof. Daar kunnen ze ook zien hoe oud iets is. Toch? Ja, daar kunnen ze ook zien hoe oud iets is, maar laten we daar nu niet over gaan hebben. Maar wat je hier in ieder geval dus in dit filmpje ziet, is dat je dat zuur gaat toevoegen. Dat water gaat gigantisch hard een reactie aan. Al die moleculen worden kapot gerukt. En vervolgens wordt er niks gedaan met die koolstof. Dus die koolstof die wordt daar in losse vorm, komt die daar terug. En die vervormt gewoon letterlijk in de zwarte koolstof, zoals wij het dus kennen. Oké. We hebben dus nu gekeken hoe zo'n PEM fuel cell precies werkt. Laten we nu eens kijken naar die chemische vergelijking, die reactievergelijking, zoals we die dus vorige week hebben behandeld voor elektrolyse. Ik heb hem hieronder eventjes voor jullie uitgeschreven. Het is natuurlijk jullie verantwoordelijkheid om dit hiermee te kunnen rekenen. Maar ik denk dat we vorige week een heel mooi voorbeeld hebben behandeld om dat aan jullie te laten zien hoe je precies die efficiënties en die voltages kan berekenen en die reactieentropie. Dus dit is in principe precies hetzelfde naam. Maar dat is het mooie van zo'n PEM fuel cell. Het is precies dezelfde chemische reactie als bij een elektrolyse, zoals je dat bij natuurkunde hebt gedaan. Het enige wat die fuel cell dus doet, is dat die omgevingseigenschappen die dus voor weerstand in het systeem zorgen, die worden zoveel mogelijk weggenomen, waardoor dus je reactie veel sneller kan gaan vergelopen. Dus eigenlijk is in principe gewoon zo'n PEM fuel cell dat elektrolyse wat je overal ziet, maar dan on speed, zoals ze dat zeggen. En dit is de samenvatting dus van zo'n PEM fuel cell. Hier staat het, een PEM fuel cell. De operationele temperatuur is misschien ook nog even handig om te zeggen, die is maximaal 120 graden Celsius. En dat komt, als je daarboven komt, dan gaat dus dat laagje wat we net hebben besproken, dat Navnion-laagje, dat wordt te zacht en dan gaat het gewoon kapot door de druk in het systeem. Dus je kan niet boven 120 graden heen. Dat is een nadeel van die backbone. Een typische stack ligt tussen de 1 kilowatt en 100 kilowatt, maar je kan natuurlijk meerdere stacks naast elkaar zetten. We hebben een efficiëntie van ongeveer 60% haalbaar met zo'n cel. En praktisch komt dat neer op een efficiëntie van 40%. En waar wordt die dus momenteel voornamelijk voor gebruikt? Backup power generatoren. Bijvoorbeeld ziekenhuizen maken nog wel eens veel gebruik van dit soort cellen onderin. Maar bijvoorbeeld ook op filmsets en voor militaire doeleinden wordt dit vaak gebruikt. Want als je natuurlijk zo'n systeem gebruikt om energie te produceren, daar komt natuurlijk daar komen geen trillingen uit, zoals je wel bij een motor hebt. Dus dat maakt natuurlijk interessant op een filmset, dat je niet tijdens dat de film wordt opgenomen, dat er lekker een aggregaatje op de achtergrond staat te ronken. En aan de andere kant ook natuurlijk in het leger, dat je bijvoorbeeld in de onderzee er niet wordt ontdekt. Wat is een groot voordeel? We hebben dus die solid electrolyte die we hebben, waardoor het veel handzamer is. Lage temperatuur kan die werken, is ook wel fijn. En hij kan heel erg snel, het systeem kan reageren. Maar wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren? De katalyst is heel erg duur en hij is heel erg gevoelig voor onzuiverheden in de fuelcel. Goed, tot slot, wat kost het dan ongeveer? Ongeveer €3,50 per kilogram. Laten we eens gaan kijken naar het tweede type electrolyzer van vandaag. Dat is de phosphoric acid fuel cell. Hier aan de linkerkant zie je wederom weer een plaatje. En je ziet eigenlijk al meteen dat die best wel overeenkomt met de PEM fuel cell die we zojuist hebben besproken. En het komt omdat dit wederom weer een stack systeem is. En je ziet hier wederom weer alle stacks. Wat zijn de voordelen van dit systeem nou? Ten eerste, dit systeem is heel erg bestendig tegen vergiftiging van bijreacties. Dat is natuurlijk een mooi voordeel, omdat je hem dan op grotere schaal sneller kan toepassen. We hebben wederom weer een solid electrolyte, dus dat is weer lekker handzaam.
En bij dit proces komt redelijk wat warmte vrij. Dus we kunnen die restwarmte die eruit komt, kunnen we ook nog weer makkelijk gebruiken in een combined heat plant. Waar je dus weer daar je andere systemen van kan gaan voeren. Ik zie hier even een foutje. Disadvantages liquid electrolyte. Dat kan natuurlijk niet een solid en een liquid electrolyte zijn. Zo, dus die gaat weg. Maar wat wel een nadeel is van deze cel. Deze cel kost heel erg veel tijd om op te starten. Nou, heel erg. Een stuk meer dan een PEM fuel cel. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Oké, en waar komt dus die phosphoric acid fuel cell op neer? Ten eerste, hij is heel erg vergelijkbaar met zo'n PEM fuel cell. Oh, ik zie hier nu wel wat het verschil is. My bad, in het vorige plaatje. We hebben dus een vloeibare elektrolyt hier in plaats van een vaste elektrolyt. Dat is het verschil. Ja? Dus het proces is bijna hetzelfde, maar in tegenstelling tot een PEM fuel cell hebben we hier een vloeibare elektrolyt in plaats van een vaste elektrolyt. En dat zorgt er dus ook voor dat die makkelijker is met bijreacties, want je kan, als je een vloeibare elektrolyt hebt, kan je dat heel makkelijk vervangen. En een vaste elektrolyt moet je dat hele ding openschroeven om het te vervangen. Dus daar zie je ook meteen wat dus het voordeel is met, met die poisoning. Wat zijn de voordelen van deze cel? Hij kan op een hogere temperatuur gaan werken. En je ziet dus dat dan de reactiekinetici gaat omhoog. Dus je reactie gaat sneller. Dus dat is een voordeel. Je kan meer waterstof produceren omdat je meer temperatuur hebt. Deze is minder vatbaar voor onzuiverheden. En die onzuiverheden kan je dus makkelijker afvoeren omdat je een vloeibare elektrolyt hebt. En hij is een stuk goedkoper dan een PEM fuel cell, omdat er minder kostbare elementen in zitten. Dat nafnion is namelijk weg. Het nadeel is ook meteen dat het een vloeibare elektrolyt heeft. Want daardoor zorgt het natuurlijk voor, als dat gaat lekken, dan heb je een probleem. Dus je moet beter gaan opletten op hoe je je systeem afsluit. En het systeem heeft een langere opstarttijd dan een PEM fuel cell. Maar goed, dat is natuurlijk voor een auto is dat heel erg nadelig. Maar voor een grote plant is dat natuurlijk minder nadelig. Want die wil je eigenlijk voornamelijk op een hoog niveau laten opereren voor een lange tijd. Ja? Hier zien we even hoe dat systeem weer in elkaar zit. Het komt eigenlijk precies op hetzelfde stukje neer. Het enige verschil is dus dat zo'n proton exchange membrane hier dus niet een vloeibare vaste electrolyte heeft, maar een vloeibaar laagje. Dat je dus zou kunnen afvoeren. Oké, hier staat het wederom weer wat verder uitgelegd. Dit hebben we net ook met z'n allen besproken. We hebben dus weer die endplate die weer voor het massatransport zorgt. We hebben die terminal plate waar die elektronen worden toegevoerd. En waar ook die massastroom doorheen gaat. We hebben de bipolar plate. Dus dat is dus waar de twee soorten ionen doorheen gaan stromen. En de meerdere ladingen van elkaar worden gescheiden. We hebben de gas diffusion layer, want wederom moet dat gas weer uit elkaar komen. En vervolgens hebben we de catalyst layer. Dus daar zitten dus die katalysten in. Die wordt van platina kan het worden gebruikt, maar ook van carbon kunnen we hier gaan proberen. En er zijn ook al onderzoek, wordt hier gedaan om hier bijvoorbeeld nikkel te kunnen gebruiken. Nou, als je nikkel kan gebruiken in plaats van platina, is het natuurlijk een stuk goedkoper. En daartussen zit dus die electrolyte. Oké. En wat is dan hier precies die electrolyte layer? Want dat is natuurlijk het grote verschil tussen die PEM en die phosphoric acid fuel cell. Is dat je in die membrane electrode assembly, die duur is, maar niet zo duur als nafnion. Daar zit dus zwavelzuur, is daar geweekt in een laagje, een substraat van silicon carbide. En dat is gewoon silicon met koolstof. En het is daarin geweekt, het zit er een beetje in, maar het blijft vloeibaar. Maar daardoor is het natuurlijk wel een stuk goedkoper dan zo'n nafnion, waar je dus echt een stevige kunststof hebt die voor die hoge zuurgraad zorgt. Wederom heeft natuurlijk weer dezelfde werking. Hij glijdt protonen. Het is heel erg zuur om die reactie op gang te krijgen. Maar het is dus hier vloeibaar. Nou, wat is dan dat phosphoric acid en dat silicon carbide? Dat is dus die laag, die electrolyte laag. Hier zie je dus het molecuul van fosforzuur. Het is een zwak zuur.
In tegenstelling tot een sterk zuur in het vorige voorbeeld van de PEM. Dus het zal een minder snelle reactie op gang brengen. Het geleidt protonen. Het zuur geleidt altijd protonen, want zuur is, basically is een zuur gewoon een hoop losse protonen. Grappig genoeg, dit wordt ook als fertilizer gebruikt. Kunstmest, inderdaad. Want planten die vinden het ook heel erg fijn om dit als bouwstoffen te gebruiken. En daarnaast zit het ook in hele kleine hoeveelheden, zit het in zeep en dergelijke. Omdat dus dat zwakke zuur is natuurlijk ook heel erg goed in staat om bacteriën en virussen die op je handen zitten gewoon kapot te slopen. En omdat het een zwak zuur is, gaat niet meteen je hand naar de knoppen. Ik zou niet proberen om mijn handen te wassen met zwavelzuur. Ja? Dat wil ik ook echt niet, want dan kunnen jullie straks jullie opdrachten niet meer typen. Dus als je dat wil proberen, wacht nog even tot na de miner. Ja? Zijn ze wel schoon? Ze zijn wel schoon, inderdaad. Daarnaast hebben we dus het substraat waarin dit dus wordt opgevangen. En dat is die silicon carbide. Nou, dat is dus een host structure. Dus dat is een constructie waar dit in doorheen zweeft. Dit is een semiconductor. Dus dat betekent dat het in staat is om elektronen te geleiden, maar dus door de toevoeging van de andere moleculen hierin, in die silicon carbide, wordt het ervoor gezorgd dat het dus die elektronen juist afstoot, maar niet aantrekt. Weerstand heeft het tegen oxidatie, dus het wil niet graag een reactie aangaan met een zure omgeving. Nou, dat is dus precies wat je wil hebben natuurlijk, daardoor kan je die zuur erin opslaan. En waar wordt het nog meer gebruikt? Die silicon carbide wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in LED-verlichting om dat licht te creëren. En ook wordt het gebruikt in remschijven voor andere chemische eigenschappen. Dat is even een voorbeeldje. Want dit zijn in ieder geval twee moleculen die heel erg vaak worden gebruikt in de procesindustrie. En dat maakt natuurlijk een stuk goedkoper dan zo'n polyelectrolyte membrane. Goed, en als we dan wederom weer eens eventjes die berekening erbij pakken, om die reactie-entropie en de reactie-efficiëntie te bepalen, dan zien we dat het natuurlijk weer precies hetzelfde is, want we hebben hier weer precies hetzelfde proces als met elektrolyse. Samengevat, hier hebben we dus een cel die kan werken tussen de 150 en 200 graden, dus hogere temperatuur betekent een snellere reactie. Een typische stack size is groter dan bij een PEM fuel cell, omdat het natuurlijk goedkoper is, dus het is makkelijker op te schalen. Dus je ligt tussen de 500 en de 400 kilowatt. Ongeveer een praktische efficiëntie van 40%. En doordat die cel dus op een hogere temperatuur werkt, kan je dus die afvalenergie die daarbij vrijkomt bij de reactie, kan je ook weer gebruiken. Want water van 200 graden, koelwater van 200 graden is natuurlijk een stuk makkelijker nog te gebruiken als bruikbare energie dan water van 100 graden. Daar kan je alleen maar thee van zetten, laat het zo zeggen. En wat is de prijs? Ongeveer €3,50 per kilogram. Maar dat is wederom weer heel erg grove schatting. Dan hebben we de alkaline fuel cell. Dat is een van de eerste brandstofcellen die is uitgevonden, zoals we in les 1 hebben gezien. En wat is het grote voordeel van een alkaline fuel cell? Het is een ontiegelijk goedkoop systeem. Het bestaat al heel lang, dus het is al op grote schaal geïndustrialiseerd. Het kan heel erg snel kan het opstarten. Maar het nadeel ervan is die electrolyzer. Als je die niet goed in bedwang houdt, dan kan je cel ontploffen. En dat is niet chill, want dan heb je zuur in je gezicht. En dit ding kan ook worden vergiftigd heel erg snel door koolstof. Dat is ook nog een probleem. Hier aan de rechterkant zien we weer het chemische proces. En we zien dat we hier voor de eerste keer te maken hebben met andere ionen. Dit zijn namelijk niet protonen, die rode balletjes, maar een proton en een watertje eraan. Dus dit is een zogenaamde cel die niet werkt op zuur, maar op een basis. Ja, je hebt acid en base. En dit is een base fuel cell. Oké, dus wat zijn de eigenschappen hiervan? Ten eerste, we hebben hydronium-ionen. Dus in plaats van H+, de proton, hebben we hier de andere kant van wat er overblijft, OH-.
als getransporteerd ion. We hebben hiervoor een hele grote scrubber nodig die alle CO2 uit het proces haalt. Want die CO2 die zorgt ervoor dat je cel meteen naar de knoppen gaat. Maar goed, hij is wederom aan de andere kant weer heel erg goedkoop. Dus het is wederom weer afwegen. We hebben een compleet vloeibare electrolyte. Dus dat is weer een voordeel en een nadeel. Vloeibaar, makkelijk vervangen, dat is fijn. Maar aan de andere kant, als het gaat lekken, heb je een probleem. Voordelen, het is dus een technologie die al heel lang bestaat. Het is dus daardoor heel erg goedkoop. En het nadeel, zoals ik zei, die liquid electrolyte. En als je je systeem niet goed in de gaten houdt, dan kan het gaan ontploffen. Omdat we een vloeibare elektrolyt hebben, dit is echt een vloeibare een bak met basis. Heb je dus een probleem dat je dus dat hele systeem langzaam op gang moet brengen. Want anders krijg je die boil-off. Maar als die eenmaal aan de gang is, dan blijft die heel erg goedkoop langdurig draaien. Dit is hier weergegeven kort hoe het werkt. We hebben aan de ene kant de toevoer van de zuurstof en de waterstof in dit geval. En wat dus hier aan de hand is, is die elektrolyt die in het midden zit, die is vloeibaar. En die kunnen we dus rondpompen en daardoor dus de hele tijd reinigen. En dat maakt het dus dat het heel erg goed industrieel behapbaar is. Want als dus die elektrolyt, als die dus niet meer zuiver is, dan kan je hem dus lekker makkelijk wegpompen, vervangen, vernieuwen. Je kan je elektrolyt gaan reinigen en vervolgens kan je dat weer gaan toevoegen. En voor de rest werkt het systeem eigenlijk precies hetzelfde. We zijn nog steeds waterstof aan het maken. Oké, wat zijn dan de verschillende onderdelen? We beginnen wederom weer bij de endplate. Die is wederom weer hetzelfde als bij alle andere brandstofcellen die we zagen. Dus hier worden alle massastromen toegevoegd. Hoge sterkte weer. En daarna komen we bij de bipolar plate. Wederom weer hetzelfde als PEM. We hebben wederom weer die kanaaltjes erin zitten. Die gasket, die zit er weer in. En wederom kan dit onderdeel ook weer die elektroden transporteren. We hebben de katalystlaag. Daar wordt dus die reactie op gang gebracht. En wat dus hier het mooie is, deze katalystlaag bestaat dus uit PTFE. Dat is een soort van kunststof. En daarop is een coating van nikkel. Nou, nikkel dat is natuurlijk een stuk goedkoper dan platina. Dus je kan je voorstellen waarom deze cel een stuk goedkoper is. En daarnaast hebben we dus ook niet hier een polyelectrolyte membrane zoals Nafnion. Nee, we hebben hier te maken met potassium hydroxide. Dus dat is zwavelbasis. En die is ook weer veel gebruikt in de chemische industrie, wat het dus erg goedkoop maakt. Dus dit is echt een hele goedkope cel. Bij de reactie komt wel heel erg veel warmte vrij, maar dat is in principe dus ook iets wat je dus daarnaast nog kan gebruiken. Ja, die moesten toch eventjes tussen. Wat zeg je? Kalium, sorry. Ja. En hier zien we weer kaliumhydroxide. En dat is wederom iets waar je natuurlijk enorme schade aan kan gaan brengen. Want zo'n zuur vind je lichaam niet fijn, maar ook een basis vind je lichaam niet fijn. Want een zuur zorgt voor vrije ionen van hydroxyl. En een basis zorgt van vrije ionen van waterstof, van protonen die er vrijkomen. En het drukt natuurlijk overal moleculen kapot. Dus het is nog steeds een onaardige omgeving. En je ziet hier dus dat je stevige brandwonden kan krijgen. Maar je kan het dus ook wederom weer makkelijk kopen. En het zit ook bijvoorbeeld weer in andere soorten zeep om dus bacteriën en virussen kapot te maken. Oh. Kan je dit in vaste vorm wel paspakken? Wat zeg je? Ik heb het nog nooit geprobeerd. Nee, het is gewoon een interessevraag. Ja, ik heb geen idee. Iemand die het weet? Ja, volgens mij wel. Ja? Ja. Goed, hier even een plaatje van zo'n systeem. En je ziet dat als je zo'n alkaline fuel cell aan de gang wil krijgen, dan moet je echt een systeem toe gaan voegen om die basis rond te gaan pompen. En je hebt ook een extra CO2-absorber nodig om alle koolstof uit je systeem te krijgen.
Want anders dan heb je dus die bijreacties. Dus let daarop bij je ontwerp. Ieder voordeel heeft weer zijn nadeel. Dus als we weer naar de reacties gaan kijken, dan zien we hier dat die reactie net iets anders is. Want je hebt dus niet dat je een waterstofje, een proton hier krijgt die in de reactie overgaat van links naar rechts. Maar we hebben dus hier die hydroxylionen die overgaan van links naar rechts. Maar als je dus die reactie weer helemaal gaat samenvoegen, dus de deelreacties van de kathode en de anode, als je die gaat optellen, dan zie je dat je weer bij de standaardreactie uitkomt van waterstof. Dus hebben we weer precies met hetzelfde systeem te maken, met die efficiëntie van 83%. Dus het is anders, maar nog steeds hetzelfde. Ja, het komt op hetzelfde neer. Alleen deze werkt op een basis in plaats van een zuur. 83%, dat zijn die andere ook. Ja, theoretisch, thermisch rendement is dat, ja. Samengevat, hier hebben we even die technologie. De operationele temperatuur wil je onder de 100 graden houden, want als je daarboven komt, dan kan die cel dus instabiel worden. Stack size ligt tussen de 1 en 100 kilowatt. We hebben een praktische efficiëntie van, ja, theoretisch 60%, praktisch is ongeveer 40%. CO2 is een groot probleem en we hebben extra toevoegingen in ons systeem nodig om het systeem draaiende en zuiver te houden. Maar aan de andere kant dus, we hebben geen nafnion, we hebben geen platina-elektrode. Dus het is echt een heel stuk goedkoper. Dan de laatste twee. En dat zijn fuel cells die eigenlijk nu nog in het research niveau zitten. Maar het is toch wel interessant om hier eventjes dit kort met jullie te bespreken. Want dit is namelijk, deze laatste twee die zijn namelijk in staat om niet waterstof te produceren alleen, maar deze cellen zijn gewoon in staat om gewoon direct methaan te produceren. Dus aan de ene kant stop je er CO2 en water in. Je doet er energie in en aan de andere kant komt methaan eruit. En dat is natuurlijk geweldig, want dat methaan dat kan je gewoon in je procesindustrie gebruiken. Het is veel makkelijker op te slaan, het is veel makkelijker te transporteren en je kan het ook gewoon in allemaal machines gebruiken die we nu ook al gebruiken. Je hoeft dus die hele industrie niet om te vormen. En dat maakt dit natuurlijk wel echt de heilige graal van de fuel cells. Wat is er bij die solid oxide fuel cell dan precies aan de hand? We hebben aan de ene kant een waterstofinvoer. Aan de andere kant hebben we een zuurstofinvoer en dat kunnen we dus hier laten reageren door de ionen die we transporteren. Dat is hier zuurstof, dus zuurstof is hier je drager die door je electrolyte heen gaat. En dan komt er waterstof uit om een hele hoop elektronen te produceren. Maar je kan dit proces dus ook aanpassen, zodat er dus methaan uitkomt. En dat is natuurlijk echt geweldig. Laten we eens even gaan kijken naar die solid oxide fuel cell. Wat zijn de voordelen en nadelen ervan? Het hele mooie van dit systeem is dat het de allerhoogste efficiëntie heeft, theoretisch, van de fuel cells die we hebben. Dus het kan veel verder gaan dan zo'n PEM fuel cell. Hier staat het. 53% werkelijke elektriciteit kan eruit komen. De proven efficiency is dat. En er komt 27% nuttige warmte uit. Want dit ding opereert op een hele hoge temperatuur. Hoge efficiëntie, de allerhoogste die er is. En dit kan nog wel eens de nieuwe motor worden van de toekomst. Vanwege de gigantische efficiëntie. En is ook de mogelijkheid om aardgas heel nuttig te gebruiken in plaats van een verbrandingsmotor. Want je kan natuurlijk aan de ene kant, kan je door elektrolyse, kan je hier aardgas maken. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook bij deze fuelcel, kan je aardgas gebruiken om veel efficiënter dan een motor dat om te zetten naar water en CO2. Je hebt gewoon een verbrandingsreactie hier gaande. Maar niet verbranding in de traditionele vorm, nee, door middel van elektrolyse. En het mooie is, het komt hier heel netjes gescheiden uit je systeem. Dus dat CO2 kan je meteen veel makkelijker opvangen. Terwijl als je natuurlijk uit je uitlaat van je auto gaat kijken, daar komt een combinatie van water en CO2 uit. Dus dan moet je dat eerst scheiden. Dus je hebt hier ook daarin een voordeel. En hier zie je ook even die auto aan de rechterkant. Voordeel is wederom ook weer dat er een solid electrolyte in zit. Dus je hebt veel minder problemen met lekken en dergelijke. Het nadeel van dat ding is dus ten eerste, zoals ik al zei, dat dit nog in de onderzoekfase zit. En omdat dit systeem op gigantische hoge temperatuur werkt, heb je hier hele grote problemen met zogenaamde hoge temperatuurcorrosie.
En dat is dus een gigantische agressieve corrosie die kan ontstaan in een systeem. En dat is dus juist ook het probleem waar nu nog naar wordt onderzocht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die gigantische agressieve corrosie die ontstaat op hoge temperatuur, hoe kunnen we materialen uitvinden die dat tegen kunnen gaan? Even wat meer informatie. Temperatuur tussen de 700 en 1000 graden werkt zo'n cel. Voor transport worden zuurstofionen gebruikt. Maar hij kan dus waterstof produceren. En als je hem op hele hoge druk zet, kan hij naast waterstof dus ook hydrocarbons produceren. En een hydrocarbon, dat is bijvoorbeeld methaan. CH4. Hoogste efficiëntie, 60%. En als je dus die restwarmte gaat gebruiken, want die restwarmte is natuurlijk van hele hoge temperatuur, dus dat kan je goed hergebruiken, kan je op een efficiëntie komen van 80-90%. Dus nuttig bruikbare energie in je proces. Dat is ongelooflijk. Het probleem is alleen 700 graden. Je kan natuurlijk voorstellen dat je niet een schakelaartje omzet en voep 700 graden dat ding gaat. Nee, dit ding kost lang om op te starten. Daar ben ik 100% zeker van. Goed, hier even een aantal informatie over hoe dus de verschillende problemen die we nu in deze cel hebben. Ten eerste, doordat we dus die hoge temperatuur hebben, moeten we veelvoudig gebruik gaan maken van hele dure thermisch bestande materialen, zoals yttria stabilized zircon. Nou, dat zijn natuurlijk al twee elementen waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. En als je het niet van hebt gehoord, dan betekent het waarschijnlijk dat het best wel duur is. En dat klopt. En daarnaast hebben we dus elektrolyten, die dus allemaal van hele kostbare materialen waar ze uit bestaan. Lanthium is natuurlijk ook iets wat redelijk kostbaar is. En zo gaan eigenlijk alle de problemen maar door. Maar dus in theorie, misschien over 20 jaar, kunnen we dit dus wel gaan gebruiken. Want zo heeft natuurlijk PEM heeft ook ooit deze problemen gehad. Nou, wat is hier dan precies aan de gang? Hier heb ik even een plaatje laten zien over hoe dus dit werkt in een fuelcelwerking. En in electrolyse is het zoals gezegd dus precies andersom. Aan de ene kant komt dus die zuurstof binnen. Aan de andere kant komt die waterstof binnen. Vervolgens komen we op die electrolyte laag. Daar gaan die ionen, die zuurstofionen doorheen, om dan hier aan de kant van de anode weer samen te komen, om daar tot waterstof weer te combineren. En als je dit dus weer wat duidelijker wil lezen en hoe dat zit met al die dure materialen, dan raad ik je aan om dit eventjes zo door te lezen. Hier nog even wat meer ingezoomd, hoe dat proces er precies uitziet. Dus we hebben aan de ene kant de invoer van de zuurstof. Aan de andere kant de invoer van de brandstof, bijvoorbeeld hier CH4, zoals het al staat als we dus onder hoge druk werken. Die zuurstofitoompjes die komen in contact met dat yttria stabilized zirconia en die worden daar dus omgevormd door de katalytische reactie naar de ionen die dus door de elektrolyt heen gaan om die reactie uit te gaan. Daar komen die elektronen bij vrij en die kunnen we gebruiken. Ja, en wat is nu het mooie, dat de yttria stabilized zirconia, dat is iets waar ik zelf mee heb gewerkt toen ik zelf een student was, toen ik ging afstuderen. Ik heb namelijk als hbo-student afgestudeerd bij Siemens in Berlijn op het gebied van gasturbines. En ik werkte aan het proces van het coaten van die gasturbinebladen. En wat is namelijk aan de hand? Hier zie je even zo'n SEM-afbeelding van zo'n gasturbineblad. Dat ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit. We hebben een laagje metaal, dat is de anode, een elektrolyt en een kathode. En daarop zit dus hier dat yttria stabilized zirconia. En dat wordt dus, aan de ene kant wordt het gebruikt om die hydroxylionen te creëren, maar aan de andere kant kan het ook gebruikt worden als een thermisch schild. En dat wordt dus gebruikt in gasturbines. Daar wordt dit op die schroepen wordt het gespoten. Bijvoorbeeld door middel van chemical vapor deposition wordt die ondergrond wordt er opgezet. En dan groeit als het ware, dit groeit zo in kleine piramidetjes, groeit dat op die ondergrond. En zorgt het ervoor dat die gasturbine dus boven de smelttemperaturen van metaal kan opereren. Door dus dat thermische schild van dit. En dat is echt hartstikke cool om dat te zien.
Wat er aan de andere kant ook bijvoorbeeld wordt gedaan, is de hitteschilden van space shuttles worden hier ook van gemaakt. Dus je kan je voorstellen, best wel duur. Nou, en hoe groeit dat dan precies? Dat wordt gedaan door dat chemical vapor deposition. Dus wat je doet is, je hebt hier ten eerste heb jij een bepaald substraat. Dat is bijvoorbeeld dat metaal of je electrolyte. En vervolgens wordt daar een positieve of negatieve lading wordt er aan vastgemaakt. Aan de andere kant heb je een heel erg sterk magnetisch veld. En door dat sterke magnetisch veld krijg je een elektronenstraal, een electron beam. En daardoor worden positief of negatief geladen deeltjes komen slaan neer op die andere kant, dat materiaal, en groeien ze er echt een soort van, ja, kristallen groeien eraan, waardoor je dus eigenlijk dus zo'n laag erop kan laten groeien. Ja, dat is een heel mooi proces, daar moet je maar eens wat filmpjes van opzoeken op YouTube. Dat is echt werkelijk geweldig om te zien. En hier zie je dan verschillende plaatjes van hoe dat dan er precies uitziet. En wat mooi is, is dat je echt heel makkelijk op een hele kleine schaal, dit is 1 mu, 1 micron, kan je dus die materiaaleigenschappen laten veranderen. Het is ongelooflijk hoe we dat kunnen op zo'n kleine schaal. 1 micron is geloof ik 1/1000ste van een millimeter. Nou, is natuurlijk bijzonder dat je dus per 1/1000ste millimeter de materiaaleigenschappen kan bepalen. En dat is dus momenteel wat nodig is in deze fuel cell, wat het duur maakt. Goed. Hier is een net iets andere reactie gaande natuurlijk, want hier hebben we, in plaats van dat we alleen maar waterstof aan het maken zijn, gebruiken we hier ook CO2 in de reactie. Maar het komt neer op hetzelfde sommetje. Ik heb hier weer even die standaardwaarde neergezet en ik heb weer even dat thermisch rendement berekend. En we komen hier uit op een thermisch rendement van 75% als we dus waterstof gaan maken. En als wij dus methaan gaan maken, dan komen we hier uit op een thermisch rendement wat heel erg laag is. Maar dat heeft ermee te maken dat er heel erg veel energie in dat molecuul, methaanmolecuul, is opgeslagen. Daardoor hebben we een laag rendement, omdat al die energie in dat nodig is om dat molecuul te vormen. Maar je hebt daarna wel een veel hoogwaardiger product. Hier, als we de reacties gaan samenvoegen, dan komen we uit op een thermisch rendement van 112%. En je zou zeggen, dat kan toch niet? Je kan niet hoger dan 100% een rendement hebben. Maar dat komt omdat die definitie van een thermisch rendement is eigenlijk niet de definitie zoals we die kennen van een rendement van 0 tot 100%. Want als je die reactie gaat onderzoeken, zien we namelijk hier dat we bij onze entropie een negatieve entropiewaarde hebben, waardoor we dus hoger dan 100% uitkomen. En daardoor is dus, als je naar de gehele reactie kijkt, is het heel erg voordelig. En dat komt er ook voor uit dat we dus een heel hoge efficiëntie hier in dit systeem hebben. Ja? We zijn er bijna. Samengevat, solid oxide fuel cell tussen de 500 en 1000 graden. Stack size is tussen de 1 en 2 megawatt. We hebben een gigantische efficiëntie van 60 graden. Er kunnen heel veel verschillende soorten brandstoffen kunnen we daarin maken. Want we kunnen natuurlijk ook nog grotere ketens maken dan methaan alleen. Dus het is echt een hele mooie, mooi iets voor de toekomst. Oké, de laatste. Molten carbonate fuel cell. Nog verder research stage fuel cell. Wederom een hele hoge efficiëntie. Kan ook worden gebruikt als een nieuwe manier van motor. Omdat je dus hier wederom weer methaan in kan produceren. En dit is echt een soort van hollebolle gijs. Je kan allemaal troep erin stoppen. En er komen gewoon nuttige moleculen komen eruit. Dus dat is heel erg flexibel van de brandstof die erin gaat. Wat het natuurlijk offshore lekker nuttig maakt. Want dan kan je CO2 kan je door je pijplijn kan je aanvoeren. Je haalt je zeewater. Je hoeft niet zo goed te reinigen. Je schopt het er gewoon in. En hey, er komt methaan uit. Super chill. Ja? We hebben hier te maken met een solid electrolyte. En hier aan de linkerkant zien we dus de fuel cell. En daaromheen zit een oven om hem op temperatuur te houden. Wederom research stage en high temperature corrosion problemen. En wat is dus hier het getransporteerde ion? Dat is carbon trioxide. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar je hebt hier dus een vorm van CO2 die je er doorheen duwt. Dat is ook wel bijzonder dat we dus koolstof kunnen gebruiken als het getransporterende elektron.
Of transporterende ion. En dit is dus ook een hele mooie manier hoe we dus onze CO2, die we dus nu aan het opslaan zijn in de atmosfeer, kunnen dus hier gaan gebruiken om het weer om te zetten terug naar de oude vorm om het weer te gebruiken. Dat is geweldig. Oké, het concept is heel erg, lijkt het op de solid oxide fuel cell. Wederom weer hele hoge temperatuur. Voor het transport gebruiken we hier dus die carbon trioxide, CO3. Met een negatieve lading van 2 elektronen voor het transport. We kunnen wederom weer waterstof maken. En onder hoge druk kunnen we weer methaan en andere dingen maken. We hebben een hoge efficiëntie. En we kunnen dus weer in zo'n combined heat plant kunnen we tot 80-90% efficiëntie gaan. Hele hoge temperatuur weer. Dus wederom lange opstarttijd. En we maken hier weer gebruik met een solid electrolyte. Goed, weer eventjes hoe dat systeem eruit ziet. Wederom weer het bijna hetzelfde concept. We hebben een bipolar plate, hebben we wederom weer. We hebben een kathode van Nikon. Een nikkel hebben we weer. Dat maakt het weer erg makkelijk. En de electrolyte, die is weer van redelijk zeldzame materialen. Dus dat is wederom weer een uitdaging. En we hebben de anode. En de anode die wordt gemaakt van nikkel en chroom. En dat is dus ook een van de voordelen van deze cellen wederom weer, is dat de anode en de kathode goedkoop zijn. Hoe werkt het hier? Doen we CO2 en waterstof, kunnen we erin stoppen. Dat kan dus uit een andere cel, kan dat bijvoorbeeld komen. En vervolgens gaat het door het systeem heen om daaruit in iedere reactie 8 elektronen te halen. Dus we zien dat we dus in deze reactie veel meer elektronen kunnen genereren. Waar we dus met een kleinere plant kunnen we dus veel meer energie opwekken. Dus daardoor is het dus ook weer interessant voor reacties waar we een kleine ruimte hebben. En dat is dus wederom weer offshore weer interessant. Maar ja, hoe hou je het offshore op zo'n hoge temperatuur? Dat is dan ook weer eventjes de vraag. Hieronder heb ik weer even die reactie opgeschreven om waterstof te maken. Wederom die halfreacties aan de kathode en de anode zijn natuurlijk weer anders. Hier wederom met CO2 erin. Maar als we naar die gehele reactie gaan kijken, dan zijn we ook weer gewoon waterstof aan het maken. Als we dus wederom dit plaatje weer even gaan kijken, dan zien we dus bij de kathode en de anode weer hetzelfde verhaal verschijnen. En we komen hier weer uit op die waarde van 87%. Samengevat komt het dus redelijk op hetzelfde neer. Het enige verschil tussen met de vorige cel is dus dat dat getransporteerde ion door de electrolyte anders is. We hebben 600-700 graden, geschikt voor gigantische grote energiegeneratie op een hele hoge efficiëntie. Maar wat is dus, wat zijn de risico's van dit, wat zijn de uitdagingen van dit type fuel cell? Is dus die hoge temperatuur, de lang start-up time. En als je naar de cel gaat kijken, heeft hij een lagere powerdichtheid ten opzichte toch nog wel van de vorige fuel cell. Dan wil ik nog eventjes met jullie het volgende aan jullie laten zien. We zijn nu klaar met de fuel cells. Eén slide is dit. Waar je ook natuurlijk rekening mee moet houden in jullie proces. Is als jij dus in je fuel cell, moet je even kijken, zijn we daar aan de gang met water of waterdamp? Dat zijn twee verschillende fases natuurlijk waar je mee moet rekenen. En wees er ook wel van bewust dat als dus jullie systeem met waterdamp gaat werken, dat je dan natuurlijk eerst waterdamp moet maken. En daar moet je dus energie in opslaan, in die transitie daarvan. Dus vergeet dat ook niet mee te nemen. Hè? Die faseovergangen, die kosten energie, moet je ook meenemen. Laatste plaatje is dus al de systemen bij elkaar neergezet. De efficiëntie en de mogelijke grootte van de schaal. En we zien dus hier de PEM links onderin zitten. Klein tot middelgrote schaal. We zien daarboven de solid oxide fuel cell. En helemaal bovenaan de direct carbon fuel cell met de allerhoogste efficiëntie. En we kunnen deze dingen natuurlijk ook aan turbines koppelen om ze steeds groter te maken. Maar dat gaan we nu niet doen voor deze opdracht. Want dan wordt het misschien wel erg groot. Maar hier zie je in ieder geval in het plaatje. De fuel cells en electrolyzers zijn wel echt de toekomst als wij meer efficiëntere manieren willen om energie te gebruiken of te produceren.
wat is dan het huiswerk van deze week? Oké, vorige les was het dus de bedoeling dat je jullie voor jullie plant alvast heel grof gingen kijken hoe groot zo'n systeem eruit zou gaan zien als je alleen maar elektrolyse zou gaan toepassen zoals op de HAVO. Wat we nu gaan doen is, we hebben dat basisontwerp met elektrolyse en nu gaan we dus kijken van oké, kies gebaseerd op discussie en literatuur wat jullie denken dat de meest geschikte electrolyzer voor jullie systeem is. En ga vervolgens jullie ontwerp daarop aanpassen en gaan jullie berekening daarop aanpassen. Want je systeem gaat natuurlijk veranderen. Je hebt andere temperatuur, je hebt andere druk, je hebt misschien andere toevoegingsmiddelen nodig. Je moet gaan scrubben, je moet anders gaan reinigen, je moet nabehandelen. Dat ga je dus nu aan je idee ga je dat toevoegen. Wederom weer doorrekenen, je gaat wederom weer naar die massastromen kijken en je gaat naar die energiestromen ga je kijken. Ga ook alvast even kijken naar hoe je gaat aansluiten op de variërende energie. Want we hebben natuurlijk die wind, die waait soms wel en soms niet. En een fuel cell, de ene fuel cell die reageert makkelijk op variërende energie en de andere niet. Hoe gaan we daarmee om? Dat is ook nog eventjes een vraag waar je alvast een beetje naar moet gaan kijken. Want volgende week gaan we daarmee aan de slag. Hoe we dus dat hele systeem aan elkaar kunnen koppelen. En de week daarna gaan we kijken hoe kunnen we het systeem omvormen zodat we dus voor elkaar kunnen krijgen dat hij daadwerkelijk aan een windmolenpark gekoppeld kan worden. Dus ga door met waar je mee bezig bent. Maak het nog een stap nauwkeuriger en nog een stap echter. Daar komt het eigenlijk op neer. Dit kan je volgen en dan weet je precies wat je moet doen. Dat was het. Ik weet dat het een hele lange zit was, maar in ieder geval echt respect dat jullie zo deze hele tijd zo oplettend hebben meegekeken. Dank jullie wel daarvoor en dan succes met de opdracht.